In de stadsbrouwerij Radboud in Medemblik is de zomer fris en fruitiger van start gegaan. Het is niet bleke beb, maar... Het is Hazy Gees. En dat is? Een zomers fruitig citrusbiertje. Ja, jullie hebben een heel nieuw biertje ontworpen, hè? Ja, dat klopt. We hebben een paar weken terug hebben we bij elkaar gezeten dat we moeten een nieuwe zomers biertje uitbrengen. Niet te zwaar in alcohol, dus hij is 3,5%. En nou, hier een paar maanden, weken later hebben we een nieuw lekker biertje. Hoe ontwikkel je nu een nieuw biertje? Ja, dat is veel proeven bij elkaar gaan zitten en met de brouwer overleggen wat lekker is. En gewoon proeven en na verloop van tijd hebben we een smaak bij elkaar gezocht. En dat hebben we in de ketels gegooid en dit komt eruit. Ja, maar het zijn toch altijd dezelfde grondstoffen? Ja, klopt. Maar je kan heel goed spelen met de grondstoffen. Dus dan kan je een heel donker bier maken met de moutsoorten of een heel licht bier maken. Dus het is best wel moeilijk. Een nieuw biertje, hoe smaakt die? Hij smaakt heerlijk. Heerlijk fris. Past echt bij de lente. En bij de aankomende hele mooie zomer. Ik zou zeggen van, geniet ervan. Per wanneer kunnen ze hem komen halen hier bij de brouwerij Radboud? Hij is vandaag is hij verkrijgbaar op de tap en vanaf volgende week ook op de fles. Alleen hier of ook in de supermarkten? Alleen bij ons in de brouwerij en eventueel bij de lokale horeca. Hij is niet in de supermarkt verkrijgbaar.